Ja, in 2003 bracht Hyundai een nieuwe SUV uit. Het merk had op dat moment al een grotere Santa Fe. Maar die Koreanen die zagen dat er onder die Santa Fe ruimte was voor een nieuw SUV-model. En dat is deze auto. Althans, niet dit exemplaar, maar de auto met dezelfde naam. De Tucson. Ja, en toen die auto op de markt kwam, toen bestond eigenlijk heel dat C-SUV-segment, dat bestond nog niet. Hyundai was een van de allereerste spelers die met een dergelijke auto op de markt kwam. Leefbaar vanaf 2004. Ja, en dan zijn we nu aanbeland bij de vierde generatie. Maar ja, als je gaat kijken in de geschiedenisboeken van de productlijn Tucson, dan zie je dat er een kleine hiaat in zit. De eerste generatie die kwam weliswaar als Tucson op de markt, maar die tweede generatie die had een afwijkende naam, iX35. Maar dat was alleen in Europa, omdat het Europese hoofdkantoor had bedacht dat ze met wat meer fancy namen moesten komen, zoals de i30, i40, iX35. Waarom hebben ze dat nou gedaan? Als je op een verjaardag zit en dan roep je niet van ik rij een iX35, nee, je zegt eigenlijk onbewust, automatisch zeg je dan ik rij een Hyundai iX35. En dat is natuurlijk goed voor de naamsbekendheid van die fabrikant. Maar bij de derde generatie zei die fabrikant in Korea, zei toch, we gaan het anders doen. We gaan niet die auto opnieuw iX35 noemen, we noemen hem gewoon Tucson. We gebruiken gewoon één merknaam, productlijnnaam, voor de hele wereld. En zo heette de derde generatie weer gewoon Tucson, ook in Europa. Ondanks dat die naam Tucson dus voor die tweede generatie ook, ja, buiten Europa Tucson heette. En dit is dan die vierde generatie. En op deze auto rust gewoon weer een hele zware taak. Want die eerste editie, dat was meteen een eclatant succes. Er werden maar liefst 1,6 miljoen exemplaren van verkocht. Die tweede generatie, ja, die moest dat dus even evenaren. Maar die deed het nog veel beter. Ondanks dat die eerste editie nauwelijks concurrentie kende. En met de ingang van die tweede editie, die in 2009 op de markt kwam, er meer aanbod was in dit segment van die middenklasse SUV's. Maar toch, die auto pakte even 2,5 miljoen kopers wereldwijd. En die derde editie, het huidige model, maar liefst 2,9 miljoen. En als je dat dan even heel snel optelt, dan zie je toch aan een productievolume van die productlijn sinds 2004, toen die op de markt kwam, van bijna 7 miljoen auto's. Enorm. Ja, en dan weten dat van die derde generatie, hè, lagen de verkoopcijfers per jaar wereldwijd niet onder de 100.000 exemplaren. In 2016 werd het record neergezet, 158.000 exemplaren, maar in al die andere jaren dat die derde editie op de markt was, zakte het verkoopaantal niet onder de 120.000 units. Terwijl dat die van die eerste en die tweede waren er in één jaar niet eens meer dan 100.000 stuks verkocht. Ja, en dan staan we hier naast die vierde editie. Hij is een klein beetje langer dan het vorige model. Slechts 2 centimeter. Hij is 1,5 centimeter breder. Hij heeft een iets grotere wielbasis. Over die wielbasis later meer. Maar hij is dus nauwelijks gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Ja, is eigenlijk ook niet nodig. De grootste groeispurt die die Tucson in de jaren heeft gemaakt was in 2009. Van de eerste naar de tweede generatie. Want toen moest er ruimte gecreëerd worden van die Kona die aanstaande was. Ja, en toen groeide die maar liefst, ja, wat is het, centimetertje of 15. Over 15 centimeter gesproken. Dit is de maatvoering voor Europa. 4,5 meter lang, exact hè. 4,500. En de rest ook allemaal nullen. Is die lang. Maar buiten Europa en ook buiten het Midden-Oosten is er een langere versie met een toegenomen wielbasis. En die is dan 4,65 meter lang. Kijk eens wat een opvallende verschijning dat het is geworden hè. Laten we beginnen met die neus. Want die neus die spreekt het, ja, die springt het meest in het oog. Als je die auto even overal bekijkt, is het wel een vrij conventionele SUV. Hij heeft wel de nadrukkelijke lijn van een SUV zoals we die van bijna alle fabrikanten kennen. Maar als je kijkt naar de detaillering van heel die auto, heeft hij een totaal eigen gezicht. En kijk je alleen al naar die neus, dan denk je, dit hebben we nog nooit eerder gezien. Ook niet op een Hyundai. En dat is weer typisch wat Hyundai bij deze auto heeft gedaan. Er is geen sprake van een evolutie van het design. Nee, net zoals bij die eerste drie edities
is er sprake van een revolutie. En dat front is heel apart. We hebben de verlichting al aangezet. Dan zie je ook hoe het in elkaar steekt. Lichtunits, bumper en grill vormen eigenlijk één geheel. Alsof het in elkaar doorloopt. En dat is ook het geval. Want als je die verlichting uitzet, dan zie je uit. Ja, kijk, dan lijkt het net alsof die grill doorloopt tot richting de hoeken. Dus die elementen die hier zitten, die kleine driehoekjes, dat is overigens een karakteristiek van deze auto, die zult meer plekken op die auto terugzien. Dan lijkt het net of die roosters, of die gewoon doorlopen. Maar dan zit die hier dan stiekem zogenaamd, die verlichting van die auto is daarin ondergebracht. Ja, niet alleen de dakrijverlichting, nee, gewoon alles. Alles de verlichting van die auto. Die grote gaten trouwens hier, die grote grill. En dan zit de hoofdverlichting, die zit daar net onder. Ja, dit geheel van de grill met die lichtunits en die bumper, ja, dat is ja, kenmerkend voor deze Tucson. Er is geen enkele andere auto op dit moment dat als je die in je binnenspiegel ziet met deze neus, dat je dan denkt aan een ander model. Het is niet gekopieerd of wat dan ook van een andere fabrikant of van een ander model. Eigen gezicht. En datzelfde geldt voor die zijkant. Al is er één detail, zo verklapte de designer, die hij nadrukkelijk bij een andere stylist, designhuis, heeft weggehaald. En dat is de lijn die je ziet van de wielkast. Die loopt wat langer omhoog door en dan maakt hij pas die bocht naar beneden, dat hij zeg maar het wiel volgt. En als je goed kijkt, autofreaks zien het meteen, dat is de handtekening van Gandini. Ja, meneer Lee die zei, dat is een designstijl zoals ze die van Bertone kennen, waar Gandini ook werkzaam was. Om twee voorbeelden te noemen, Maserati, Quattroporte uit de jaren 90, Lamborghini, Diablo, die hebben ook dezelfde lijnvoering hier van die wielkast. Leuk detail. Als je het niet weet, denk je, leuk verzonnen, goed gedaan. En als je naar de rest van de auto kijkt, dan denk je ook van, oké, eigen gezicht. Wel heel druk misschien, qua lijnen, maar er is een combinatie gezocht van zachte lijnen met scherpe lijnen. Die scherpe lijnen die moeten er juist voor zorgen dat die auto heel stoer is, heel robuust is. Met deze, ja, moet je kijken hoe die vouw is. Dat is echt ongekend, die hoek die hij maakt. Hele scherpe lijn. Maakt hem ook druk, hè, zei ik net. Let even op dit elementje, deze uitsparing. Totaal zinloos, maar wel een leuk design element. En die zie je dan ook weer terug hier achterin op die, die C-stijl element. En als je dan al een paar keer het overall shot hebt gezien, dan zie je dat hier die chroomlijst loopt. Boven het portier, bovenop het portier en dan hier in die achterstijl. En dat moet die auto meer dynamiek geven. Dat moet ervoor zorgen dat die auto een coupé-achtige lijn heeft. Het is totaal geen coupé. Het is gewoon echt een utility vehicle. Met die daklijn die lang doorloopt en dus vrij recht afloopt. Maar een coupé, ja, ik zie het er niet in. Misschien u wel. Laat het ons weten in de reacties. En dan zie je hem hier in de kleur zwart staan. De auto is in Nederland alleen leverbaar in die duotoon kleurstelling. Waarbij het dak dus een afwijkende kleurstelling heeft dan de carrosserie. En dit is zwart. Dan denk je van oké, zwart, zwart. Wat is dan een duotoon kleurstelling? Omdat die wordt onderbroken door die lijn, om die scheidslijn aan te geven tussen het dak en de rest van de carrosserie. Nee, als je kiest voor de kleur Phantom Black, dan krijg je een dak en dat is gespoten in Dark Knight Black. Kies je juist Dark Knight voor de koets, dan krijg je juist die Phantom Black op je dak. Ja, het is maar een klein detail. Het is net een afwijkende tint voor het dak en voor de rest van de koetswerk. En dan die achterzijde ook heel karakteristiek. Beetje à la Ford Mustang met die tandjes hier. Peugeot ook, kun je ook zeggen. Maar het geeft hem een eigen karakter. Het is in een apart design gemaakt, specifiek voor Hyundai natuurlijk. En heb je hier die lichtstrip lopen die over de volledige breedte van de auto loopt. Geeft hem ook een eigen karakter. En wat dan een grappig detail is, als de cameraman even gewoon die achterzijde in beeld neemt, dan valt het je misschien op. Glad. Hij is glad. De ruitwisser.
Kijk, nu zie je hier die lijn lopen. Hè? Die lijn. En dan zie je dat die hier ook een lijn lopen. En dan zou je kunnen denken van oké, daar zit die achter verstopt. Nee, helemaal niet. Hij ligt hier, of hangt hier kan ik beter zeggen, hieronder in die spoiler. Mooi weggewerkt uit het zicht. Betekent wel dat dit punt lager moest worden dan je normaal kan realiseren. Hier lig je dus. Betekent ook dat het wisseroppervlak net geen 180 graden is. Vanwege dat armpje dat hier weer moet keren. En wat is dit dan voor element? Ja, gewoon leuk, mooi. Gaaf verzonnen. Je kunt er niet op drukken. Ja, kan wel, maar er gebeurt niks. Maar ze hebben het logo, dat H-wapen, hebben ze in dat glaspaneel hebben ze verwerkt. Gewoon hartstikke mooi. Ziet er wat chiquer uit waarschijnlijk. Dat ze dat hebben bedacht om dat zo te maken. Nu we toch bij die achterkant zijn aanbeland. Klep gaat automatisch open. De snelheid waarmee die dat doet. En de hoogte waarmee die tot hoe verder die gaat. Kun je via de boordcomputer kun je die gewoon instellen. Kijk. Hij kan nog een stukje verder dan dat hij nu is ingesteld. Maar Koreaanse personen zijn niet erg lang. Dus ze hebben de hendel hebben ze hier alsnog aangebracht. Dat je hem altijd nog even kan vastpakken als je hem dicht wilt trekken. Of natuurlijk om je eigen vast te houden. Om dan vervolgens te springen. Om dan hier op die knop te drukken. Nou, dat is allemaal niet nodig. Hè? Dat is overbodig. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben gewoon gezorgd dat op het moment dat de persoon, de bestuurder, wat korter is. Dat je gewoon kan instellen. Hij mag maar tot een x aantal meters of centimeters mag die open zwaaien. Elektrisch. Eén druk op de knop gaat die open. Bagageruimte. Mooi afgewerkt met die tonneau cover. 620 liter groot in de basis. En dat geldt dan voor de hybride variant. Als je namelijk de versie pakt met het 48 volt boordsysteem, dan lever je 40 litertjes aan bagage in. En als je dan de plug-in hybride variant neemt, dan lever je zelfs 60 liter aan bagageruimte in. En die bagageruimte die verlies je waarschijnlijk hier. Hier zit in dit geval opbergruimte. En het geval van die hybride en van die plug-in hybride zit een accupakket zit onder die achterbank. Makkelijk 12 volt aansluiting in de bagageruimte. Stel je voor, je hebt een koelboxje. En ook makkelijk is, maar niet uniek, is dat je met één hendel die achterbank plat legt. Normaaliter wordt hij gelijk vergrendeld, zodat hij niet blijft stuiteren. Dat er weinig beweging in zit. Kijk, nu kun je hem ook, moet ik even kijken. Kijk, nu kun je hem ook niet omhoog doen. Het is gewoon vergrendeld, vlakke laadvloer in dit geval. Wil je hem weer terug omhoog doen, dan moet je weer met de hand die hendel bedienen. Dan zwaai je hem naar boven en dan zul je zien dat hij niet helemaal terug gaat. Hij staat nu gewoon echt 90 graden. Totaal oncomfortabel om daar te gaan zitten. Maar je wint in die bagageruimte, win je weer net wat extra litertjes. Stel je voor dat je een koelkast hebt gekocht en die wil je achterin meenemen. Blijkt een iets kleinere koelkast te zijn dan je had gedacht. Dan kun je hem gewoon met de bank in de normale vijfpersoonsopstelling. Kun je dan de leuning rechtop zetten. Met de hand naar achteren. En dan up, heb je weer de comfortmodus voor die achterbank. Nu we toch achterin zijn aanbeland. Tweede zitrij, 3 zitplaatsen. Er komt geen 5-zitter. Die lange versie. Voor de rest van de wereld buiten het Midden-Oosten en Europa is niet voor Europa bestemd. Wil je meer zitplaatsen? Dan ben je aangewezen op die grotere Santa Fe versie. Maar wil je meer ruimte hier achterin? En je hebt iemand die wat compacter is, die op de voorste zitrij zit. En jij bent wat langer die achterin zit. Dan heb je hier 2 knoppen. En daarmee kun je die stoel elektrisch voorwaarts en achterwaarts bewegen. Datzelfde geldt ook voor de rugleuning om die gewoon separaat van het zitvlak eventjes iets naar voren of naar achteren te doen. Achterin 2 USB aansluitingen. En ik had de gordel al vast gedaan. Stel je voor dat hier iemand zit. Iemand die bijvoorbeeld ligt te slapen. Dan kun je via de centrale touchscreen kun je ervoor zorgen dat die luidsprekers in die achterportieren worden tussen aanhalingstekens losgekoppeld. Er gaat geen geluid via die speakers het interieur binnendringen.
En dan kun je dus de persoon die achterin zit laten slapen. Stel je voor dat het kleine kinderen zijn die wat, wat rust nodig hebben. Dan kun je ze gewoon, en een drukke dag achter de rug hebben gehad, dan kun je ze gewoon hier achterin parkeren. Eén druk op die knop en het is wat stiller in de auto. Stel je voor dat jij langs de lijn wil luisteren. Maar die kleine die wil gewoon even lekker rusten. Dan kun je daar zeg maar een scheidslijn. Een scheidslijn in trekken. Nog een andere feature die deze auto heeft. Stel je voor, je hebt een hele drukke dag en je hebt die kleine uit de kindercrash gehaald. Je gaat ergens naartoe en je vergeet hem per ongeluk. Nou, vergeten zul je hem in deze auto niet. Hier zitten sensoren in en die registreren dat er iemand achterin zit. Op het moment dat jij uitstapt, hou die sensoren in de gaten van hey, er is iemand achterin achtergebleven. Ik ga even een waarschuwingssignaal geven, akoestisch, maar ook nog eens een keertje met lichtsignalen. En je krijgt natuurlijk op je display krijg je ook een bericht dat er nog iemand achterin zit. Dus niet vergeten. Dit is ook zo even de duurste versie die er is hoor. Dit is de premium uitvoering. Ook met die gordijntjes die dan op die achterste deuren voor de zijramen zitten. Ja, het exterieur. Excentriek, maar en revolutionair zei ik al voor een Hyundai. In lijn met zijn voorgangers dan. Maar kijk even naar dat dashboard hè. Hoe ze dat hebben gedaan. Hyundai noemt het Interspace. En dat is eigenlijk een grappige combinatie van interface met die twee digitale schermen en met ruimte, interspace. Ja, die ruimte die wordt gecreëerd door een lijn en die lijn die loopt over, ja eigenlijk vanuit die bagageruimte, loopt die eigenlijk over de twee portieren heen, over het dashboard loopt die weer terug. Je ziet hem hier aan, ik zal hem even sluiten, dan zie je dat de lijn over de deur loopt, die loopt door over het bovendeel van het dashboard en dat moet voor een ruimtelijk effect creëren. En datzelfde geldt ook met die lijn die dan vanuit de deur een eerdere afslag neemt, hier achter het stuurwiel loopt en dan hier via het middenstuk naar beneden gaat. Deze vergroonde lijnen. En dat zorgt ervoor dat jij eigenlijk je eigen monopisto, zou je het kunnen zeggen, zo hebben ze het niet bedoeld, maar zo zou je het kunnen zeggen, zou je dus gewoon dat kunnen aanhouden. Ja, dashboard. Weinig knoppen. Heel veel touchscreen voorzieningen. Centraal display in het midden. Normaliter 8 inch groot. Hier in deze topversie is het dan 10,25 inch groot. Diezelfde afmetingen die ook voor dit display gelden. Wat je achter je stuurwiel hebt. Het instrumentarium. Instrumentarium, geen ronde meters. Alleen maar digitale functies, afbeeldingen, icoontjes. Kijk, hier zie je overigens ook die stilte-modus voor je luidsprekers naar achteren. Velg-modus, airconditioning. Een leuke feature wat deze auto heeft. Sla ik even over. In deze auto heb je ook sfeerverlichting. Je hebt keuze uit 64 verschillende kleurtjes. 64. Nu vraag ik mij af hoe vaak, maar dan ook echt, hoe vaak wijzig je de interieurverlichting in een auto? Daar ben ik nou heel nieuwsgierig naar. Laat het even weten in de reacties hieronder, want ik ben wel heel benieuwd. Ik denk dat je gewoon, ten eerste, het valt of niet op, of je zet hem één keer klaar en je bent er klaar mee. Maar die airconditioning, wat je vaak hebt is, als je je ruitensproeiers hebt bediend, dan heb je die geur die van die mierzoete ruitensproeiervloeistof het interieur binnendringt. Wat wijd is aan dat die sproeivloeistof vlak bij de inlaat zit van je airconditioning en dan krijg je die geur, die krijg je dan dat interieur binnen. Nou, dat hebben ze op voorhand bij Hyundai al geëlimineerd, want ze hebben gezegd op het moment dat jij je airconditioning aan hebt en je bedient die hendel om je ruitensproeier te activeren, dan schiet die automatisch in de recirculatiestand, waardoor die lucht, die mierzoete lucht, niet dat interieur binnendringt. En het design, ook even trouwens over die airconditioning. Je hebt altijd die traditionele, dus overigens shift-by-wire, de P natuurlijk de achteruit neutraal en de drive, de shift-by-wire technologie. En dan denk ik van, oké, dat is zo compact, maar ze gaan er niet efficiënt met die middentunnel om. Je hebt hier weliswaar een bergvak met een lader voor je draadloos laden voor je smartphone. Dan heb je hier een klein bergvakje, wat aan deze kant ook zit, een klein bergvakje. Twee bekerhouders. Dit bergvak is niet extreem diep, maar ja, je denkt,
had wat efficiënter met deze ruimte omgegaan. Vooral omdat je spreekt van interspace. Dus space, ruimte creëren. Dat valt een klein beetje tegen waarom ze dat zo hebben gedaan. Ze hebben denk ik meer voor de hoogte gekozen uit comfort oogpunt om daar je arm op te leggen tijdens het rijden. Maar we hadden het over de airconditioning. Normaal heb je die luchtuitstroomopeningen op vaste plekken. Je herkent ze meteen. Hier zit er een, hier zit er een, hier zit er een en daar zit er een. Maar deze auto maakt gebruik van indirect en directe luchtstromen. Dus je stelt je airconditioning in op bijvoorbeeld 19 graden. Dan gaat de airconditioning gaat zorgen dat die temperatuur natuurlijk 19 graden blijft. Dat doet hij niet door deze roosters louter te gebruiken. Nee, hij heeft ook indirecte luchtstromen. Die zitten verdeeld in de auto en die zorgen ervoor dat op die plekken ook de temperatuur dan gewoon 19 graden blijft. Als je dan goed kijkt, dan zul je zien dat je hier ook allemaal gaatjes ziet met die luchtuitstroomopeningen. Een klein rooster hierin verwerkt. Zoals je dat ook op die A-stijl hebt. Deze auto een panoramisch dak, optioneel leverbaar. En wat je ook een grappige feature is, ik zei al, op het moment dat je in deze auto uitstapt en je hebt iemand achterin zitten, krijg je al een waarschuwing in dat display. Maar stel je voor dat je in deze auto wil uitstappen en er komt een andere verkeersdeelnemer links achter jou aan en je let niet goed op, hij zat of in je doodhoek of je hebt gewoon totaal niet gekeken en je pakt je deurgreep vast, dan krijg je daar meteen al een waarschuwing dat daar zich iemand bevindt. Maar hetzelfde geldt als je op de snelweg rijdt of op welke weg dan ook en er zit iemand in jouw doodhoek, dan kan je die camera die in die buitenspiegel zit gebruiken om hier in dat display een beeld te laten weergeven dat er een auto in jouw doodhoek zit. In dit geval staat hij op energiestroom dat dit een hybrid auto is en dan krijg je natuurlijk die stromen van de elektromotor en van de benzinemotor krijg je te zien. Ja, het motorenprogramma, daar hebben we het nog niet helemaal over gehad. We hebben al dingetjes verklapt toen we in de bagageruimte bezig waren. Hij is met maar liefst 12 aandrijflijnen. Ja, niet voor de Nederlandse markt. De Nederlandse markt is heel eenvoudig gehouden. Überhaupt geen diesels. Geen LPG. Allemaal niet voor gekozen. Aan de basis van het programma staat een 1,6 liter motor, 4 cilinder met turbo, met directe inspuiting, 150 paardenkrachten. En die motor vormt ook de basis voor die volgende stappen. Dus in Nederland is die 1,6 is een 48 volt boordsysteem variant, zeg maar. Dan heb je daarnaast heb je die hybride, zoals die hier staat, heb je diezelfde 1,6 liter turbomotor hiervoor in, maar dan met 180 paardenkrachten, dus 30 pk meer dan de basismotor. Maar die 180 pk die krijgt dan nog extra vermogen via die elektromotor en dat brengt het op een systeemvermogen van 230 paardenkrachten. En dan heb je nog een plug-in hybride, die heeft een krachtigere elektromotor en dan zit je op ongeveer 66 kilowatt en dat zorgt ervoor dat het systeemvermogen van die variant naar 265 pk gaat. In de basis, die 1,6 liter motor, is ook in die versie 180 pk. En de transmissies voor deze auto, op die 1,6, 48 volt, heb je of een handgeschakelde bak met 6 versnellingen, of een automatische transmissie met 7 versnellingen. De hybride en de plug-in hybride maken allebei gebruik van een automatische transmissie met 6 overbrengingsverhoudingen. De nieuwe Hyundai Tucson staat vanaf januari 2021 bij de Nederlandse dealers in verschillende uitvoeringen, waaronder deze premium.